we merken dat dat misschien toch een andere kant op zou moeten. En ik hoop dat mensen zich echt goed gaan informeren. En dat de trend misschien een iets andere kant gaat. Ja, het aantal particuliere beleggers is flink toegenomen. Hè? Want TNS had het eerst op 150.000. Ja. Maurice Hond heeft nu over 400.000, dus in korte tijd. Wat merken jullie daarvan bij IEX? Dat is een stijging van 3%. En we zien bij IEX dat het ook echt enorm goed toeneemt. Een heleboel mensen die vragen aan ons stellen. Dus die zich wel informeren, die zich ook goed inlezen. Maar er zijn ook nog steeds mensen die verwachten dat ze op korte termijn heel veel geld kunnen verdienen. En dat is niet altijd het geval. Nee, nee. Wat zijn een beetje de vragen die je krijgt? Wanneer houdt het op met dalen? Ja, we zien nu dat de koers toch wel ietsje naar beneden gegaan is de afgelopen tijd. En er was laatst iemand in die zei, ik heb nu al een week bitcoin, maar ik heb nog steeds niet 100% verdiend. Dat wij onze mond open viel. Want op de reguliere aandelenhandel is dat ook absoluut niet het geval. En mag je blij zijn met een 10% rendement op jaarbasis. En we informeren mensen dan ook duidelijk dat niet het geval is. En dat je daarom ook niet je geld in crypto moet steken. En ook absoluut niet je spaargeld. Lees je goed in. Ja. Doe het met een klein percentage van je vermogen, 1 tot misschien maximaal 5%. Ja. En bekijk ook goed wat je doel is. Wat voor token wil je? Wil je echt gaan betalen straks met bitcoin of crypto's? Of ben je van plan om wel een beetje te gaan handelen? Want wat adviseer je iemand die bijvoorbeeld morgen wil beleggen? Waar zou je je geld in steken? Zou dat toch gewoon in de top 20 of juist de top 3 zijn? Bitcoin, Ethereum... Wat wij doen is zoveel mogelijk informatie verspreiden. Dus we zorgen dat mensen van iedere token wat af kunnen weten. Ja. En het is dan aan jou om te kiezen waar jij je prettig bij voelt. Dus wil jij een token waar heel veel van zijn? Ben je op zoek naar een deflatoren munt? Wil je gaan handelen? Wil je een token die goedkope fees heeft? Wil je gaan betalen met je token? Dat is allemaal persoonsafhankelijk. En ga je echt kijken naar je beleggingsportefeuille, dan zou ik adviseren om toch wat meer te gaan spreiden. Zoals iedere belegger dat zou moeten doen. Ja. Adviseer je ook om te investeren in ICO's? Of... Ik ben wat schuchter omtrent ICO's. Ja. Nu zijn er zoveel mooie ontwikkelingen en zoveel mooie ideeën die ook zeker support moeten krijgen. Nu zie ik daar als particulier toch net even iets minder. Wat zijn een beetje de nadelen van een ICO? Dat het misschien toch voor de gemiddelde belegger onduidelijk is wat het inhoudt. Het is lastig te doorgronden. Je moet er echt even goed induiken voordat je precies alles weet. En zo zijn er ook een heleboel mensen die misschien net even in een verkeerd schip zakken. Wat zinkt uiteindelijk. Ja. Er zijn er gevallen van bekend, hè? Dat mensen wel tonnen verliezen. Mensen na ICO toch weglopen met het geld. En dat wil je absoluut niet. Dat wil niet dat het met jouw geld gebeurt. Dus mensen moeten zich heel goed inlezen voordat ze die stap toch nemen. En ik ben daar altijd een beetje schuchter over. Maar als je vindt dat je je goed ingelezen hebt, dan mag het zeker, want het zijn prachtige ideeën. Absoluut. Oké. Even terug. 2017 was natuurlijk echt een succesjaar voor de bitcoin. Hè? Iets van uit mijn hoofd 1300% gestegen. Januari is gewoon nog niet echt een lekkere maand voor de bitcoin. Waar gaat het naartoe? Deze maand is net even wat minder. Nu hebben we gezien, zowel in 2017 als in 2016 als in 2015, dat januari altijd een wat mindere maand is. We zien het ook in andere sectoren. De verwachting is dat het nog wel ietsje door kan lopen, dus dat het nog wel ietsje lager kan. Maar we zien dit allemaal als een mooi moment om weer te gaan kopen. Om toch maar meer bitcoins te kunnen verzamelen op een lager instapmoment. En het kan best zijn dat op een gegeven moment mensen zeggen, bitcoin is dood, verklaart het, het komt nooit meer goed. En dat is het moment dat ik denk, misschien moet ik er nu toch wel weer bij zijn. En fundamenteel gezien is er niks mis met bitcoin. Bitcoin in zijn core is nog steeds hetzelfde als een maand geleden, als 2 maanden geleden, als 1 jaar geleden, als 10 of als 9 jaar geleden, bij wijze van. Ja. En we zien nu heel veel toepassingen die beginnen te komen. Bijvoorbeeld Lightning Network. Daar verwacht je veel van Lightning Network? Ja, we kunnen dan gewoon onze koffie betalen met bitcoin zonder dat het $10 aan fees kost. Dat gaat dit jaar gewoon gebeuren, verwacht je? Ja, dat... zeker. Ja. Oké, dus je houdt gewoon je smartphone... Ik hou rekening met die Lightning Network. Dus je kunt gewoon je smartphone tegen de kassa aanhouden en bitcoin betalen. Of koffie betalen met bitcoin. Niet met Litecoin. Litecoin is wel erg een opkomst natuurlijk, ook als betaalmiddel. Maar je ziet toch
dat Lightning Network heel erg dominant, dominante update. Ja, dat is een hele belangrijke update. Nu moet ik zeggen dat ik zelf ook in Litecoin vertrouw en dat ik ook wel wat Litecoin bezit, gewoon puur omdat het het broertje is van Bitcoin en daar ook gewoon vertrouwen in heb. Ja. In principe lijkt de code heel erg op die van Bitcoin. Dus dat, daar zit niet zoveel verschil in, maar ik verwacht zeker dat Litecoin en Bitcoin, inclusief het Lightning Network, dat helemaal... Misschien even iets in de details. We zagen wel dat een beetje de bodem van de Bitcoin lag een beetje rond de $10,000 uit mijn hoofd. Mm-hmm. Daar ging het niet onder. Hè. Dat was een paar weken geleden dat het ineens flink ging dalen. Ligt daar nu wel de voorlopige... Zijn we over het dieptepunt heen? We hebben iets geschommeld rond die 10.000. Ja. Nu zouden we nog wel iets lager kunnen. Die 10.000 is echt een psychologische support level. Dus weerstandslijn. Als we daar doorheen zakken, dan kunnen we nog wel iets verder. Is 6.000, is dat reëel? $6.000? Reëel. Ja, wat is reëel? We zijn hier in Bitcoinland. Daar is eigenlijk niks meer reëel. We hebben ook een koers van 12.000 naar 1200 naar 150, 300 gezien. Dus in principe is een daling van 80% zou relatief reëel ook kunnen zijn. Maar er is zeker een kans dat we onder de 10.000 gaan. En dan is er ook nog geen man overboord als dat gebeurt. Want fundamenteel is er nog steeds niks mis. Kijk, als nou blijkt dat die code, dat daar... iets niet goed in is, dan ga ik mezelf wel even achter mijn oor krabben. Je hebt heel veel vertrouwen in de Bitcoin dus. Zeker. Stel dat het zich omkeert, waar gaat het dan eindigen? Dit jaar? Omkeert dan? Nou, als het in een bullish trend komt, waar gaat het dan eindigen dit jaar? Verwacht je? Ik heb hele hoge verwachtingen over dit jaar. Kan ik niet zo heel veel zeggen, maar... Ja. De verwachtingen die zijn hoog. We kunnen nog een stuk verder dan waar we nu, wat we afgelopen 2017 zien hebben. Dat zeker. Ja. Oké, dus de beleggers die zijn ingestapt met kerst, die op de duur krijgen die ook weer rode oortjes. Als er fundamenteel niks mis blijkt met de code, dan verwacht ik dat het goed snor zit. Zeker. Ja. Oké. Zijn er nog andere munten waar je enthousiast over bent? Ik bekijk een heleboel. Ik zit bovenop de tokens. Dan vind ik het lastig om specifiek één token uit te lichten. Ik ben sowieso enthousiast over Bitcoin, Litecoin. Maar ik kijk ook naar Steam. Er zijn heel veel die ik specifiek heel erg mooi vind. Maar als we het puur hebben over store value of over betaalmiddel. Dan zou in mijn beleving Bitcoin en Litecoin het wel moeten zijn. We hebben ook bijvoorbeeld een Monero van Zcash. Wat iets meer afgeschermd is. Dat heeft ook veel potentie. Maar of ik daar als... persoon achtersta is een tweede. Ook een Ripple heeft ook enorm veel potentie. Daar zie ik, daar voel ik mezelf minder goed bij om die tokens aan te schaffen. Ik heb ooit Bitcoin gekocht omdat ik dacht, dit gaat de toekomst worden. Die gaan we straks allemaal mee betalen. Nou ja, nu denk ik daar niet meer zo over. Okay. Maar de techniek is gewoon fantastisch. Dat is het nog steeds. Het is prachtig. En misschien zal de toepassing dan iets anders zijn. Je ziet nu dat Litecoin en Monero zijn met elkaar aan het praten over een merger, over een fusie, samenvoeging. Is dat een nieuwe trend? Zou ik zo niet durven zeggen. Wat betekent dat? Wat heeft dit voor effect, zeg maar? Stel dat ze zouden gaan fuseren. Verwacht jij dan juist even een initiële toename? Ik kan me niet echt een goede voorstelling maken van hoe die fusering dan plaats zou vinden. Wat er dan gebeurt met de tokens en dergelijke. Hoe ze dat in elkaar gaan blenden, om het zo maar te zeggen. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat het een hele mooie toepassing zou kunnen zijn. Wat je ziet, er zijn een aantal updates van een aantal mainnetten. Bijvoorbeeld Icon heeft een update van de mainnet gepland. Of deels doorgevoerd. Dan zie je deels een stijging en daarna toch weer een daling. Is dat te verklaren? In de hype zien we wel dat een heleboel munten eerst heel erg stijgen. Ook na livegang op een platform. Het maakt niet uit wat er gebeurt. We zagen het ook met Bcash. Op het moment dat er iets wordt gelist op een exchange, dan gaat het als een razende. En dan moet je jezelf wel afvragen, heeft deze munt fundamenteel echt waarde? Is die echt disruptief genoeg? Kunnen we hier echt iets mee wat we voorheen niet konden? Ja. En als dat het geval is, dan zie ik daar zeker potentie in. Want in hoeverre zie je ook bepaalde verzadigingen? Je ziet nu in de ICO-markt en ook in de cryptomuntenmarkt
men zit in elkaars vaarwater. Hè. Er komen steeds meer muntentoepassingen op een bepaalde sector. Ook concurrerende munten van elkaar. Ja. We zien wel vaak dat de eerste nog steeds de grootste zijn, maar ja, dat betekent niet dat ze de beste zijn. Nee, nee, precies. Dus dat zou ook kunnen gaan verschuiven, zeker. Ja, ja, ja. Oké, okay, en ben je zelf tevreden over je rendement op je portefeuille? Je bent gewoon een crypto belegger. Ja, klopt. Ik ben een crypto geweest. Ja. Ja. Dus, tevreden, ik denk meer dan tevreden. Want absoluut. Wat adviseer je bijvoorbeeld als we het dan over trainingadvies hebben, op de duur moet je natuurlijk een bepaald deel gewoon gaan je winst gaan claimen. Heb je daar een bepaalde regel voor? Dat je zegt, van die winst ga ik de helft, zet ik weer om in fiat. Of ik zet het even op de exchange in fiat. En... In principe vind ik dat een hele lastige. Okay. Dat is omdat ik ooit bitcoin gekocht heb met het doel dat dit het zou gaan worden. Ja, ja. En ik heb gemerkt dat ik toch wel een beetje mijn waarde heb gehecht aan de bitcoin en aan de crypto tokens aan zich. En het eruit halen van het geld vind ik relatief lastig. Okay. Ik probeer het wel, want ja... Af en toe moet je ook een beetje leven natuurlijk. Ja, ja. Maar voor nu probeer ik zoveel mogelijk nog weer bij te kopen. En af en toe dat ik verkoop. En dan laat ik het even in Tether of gewoon liquiditeit uitstaan op mijn portefeuille. En koop ik daarna lager weer bij. Dat is het doel. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk tokens bij elkaar te verzamelen. En het uitcashen dat komt op een later moment wel. Ja. Oké, okay. Hoeveel tokens heb je ongeveer? Verschillende tokens. Verschillende muntjes. Nu momenteel een stuk of 5-6. Dus dat valt. 5-6. Dat valt relatief mee. Oké. Okay. Ja. En wat voor rendement verwacht je voor dit jaar? Oeh, dat vind ik een hele moeilijke. In principe. Kijk, vaak wordt mij de vraag gesteld: zou je het erg vinden als Bitcoin straks naar nul gaat? Of als straks alles in één keer klapt? Dan zou ik zeggen nee. Dus verwacht ik rendement? Nee. Dus je speelt eigenlijk al met gratis, in die zin gratis? Dat niet zozeer. Nee. Het is puur, het is niet gratis. Nee. Ik heb natuurlijk ook een gemiddelde, want ik heb ook ingekocht op een bepaalde prijs heel lang geleden. Maar als je puur kijkt naar deze 5 jaar, wat ik hier allemaal heb mogen doen, wat voor mooie mensen ik heb mogen ontmoeten, wat ik heb mogen zien, wat ik heb mogen leren, dan is dat niet uit te drukken in geld. Nee, oké. Okay. Je hebt al 5 jaar zit je in de bitcoin. Ja. Dus je zit echt in de early adapters van Nederland, zeg maar. Ja. En altijd, hè, want je hebt natuurlijk een deel die heeft toch gedacht, ja, maar hij gaat nu richting €700, ik verkoop hem. Maar die neiging heb je nooit gehad? In 2013 heb ik wel een deel verkocht. Dat was niet zo'n slim moment. Het is toen de koers een beetje in elkaar donderen. En toen heb ik ook aardig wat geld verloren. En nu heb ik mezelf voorgehouden dat ik dat niet nog een keer ga doen. Ja, precies. Dus alleen de korte termijn handel en verder op weekbasis. Dat ja. Geen last gehad van Mt. Gox of... Nee, destijds gelukkig niet. Nee. Nee. Oké. Okay. Nou, groot vertrouwen in de bitcoin. Yes. Oké, dankjewel voor het gesprek. Hartstikke bedankt.